En vandaag, in de maand juni, willen we het heel graag ook hebben over voedingssupplementen specifiek voor stress. En dat denk ik aan de examens natuurlijk. En als ik aan voedingssupplementen denk, dan denk ik aan Gitte. Kom erbij, Gitte. Dag Gitte. Ja, in een vorige aflevering hadden we het al eens over voedingssupplementen in zijn geheel. Mm-hmm. Dus je hebt ons er al van alles over verteld. We zitten nu in die examenperiode en meer dan vroeger lijkt me ook, grijpen studenten wel eens zelf ook zelf medicatie naar bepaalde voedingssupplementen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Want ja, faalangst is dus wel degelijk een aanwezig element. Maar ik denk daarnaast ook wel aan bepaalde voedingssupplementen die ze nemen om zogezegd beter te kunnen studeren. Ja, dat heb ik nu niet onder de loep genomen. Hè, maar ik heb en mijn collega's hebben eigenlijk bekeken. Middeltjes, dus de kruidenmiddeltjes, helpen die tegen stress en angst. Hè. Dus ja, er zijn een aantal populaire producten, ik heb er enkele mee. Het gaat niet enkel over voedingssupplementen. Hè. Dus er zitten ook wel een aantal kruidengeneesmiddelen in. En dat is wel een belangrijk verschil. Het verschil tussen kruidengeneesmiddel en voedingssupplement. Hè. Wat al eens aan bod kwam, is dus eigenlijk dat kruidengeneesmiddelen veel strenger worden gecontroleerd dan die voedingssupplementen. Dus je kan er veel meer van uitgaan dat wat op het etiket staat ook wel daadwerkelijk klopt. En met voedingssupplementen weten we dat dat niet altijd het geval is. Ja, absoluut. Nu, help het tegen stress en angst, die producten. Mm-hmm. Hè? Dus daar moet ik helaas een teleurstellend antwoord op geven. Er is heel weinig bewijs voor. Hè? Dus een product waar het meeste bewijs, van hetgeen wat ik heb bekeken, voor is, maar nog altijd teleurstellend, is dit product. Dat is dus een kruidengeneesmiddel, Lasiaxan. Dat zijn dus eigenlijk capsules op basis van lavendelolie. Hmm. Dus lavendel is al heel lang, dat wordt al heel lang geprezen om ontspannende eigenschappen, ook qua geur. Maar dat is dus ook wel in capsulevorm te koop. Nu werkt dat. Er zijn een aantal studies, redelijk kleinschalig, die suggereren dat het iets beter werkt dan een placebo-pilletje. Hmm. Is dat in de praktijk zo'n groot verschil? Ja, dat lijkt niet zo te zijn. Hè, maar ja, misschien iets beter dan een placebo. Meer onderzoek is sowieso nodig om dat te bevestigen. Er was in de krant stond een tijdje geleden ook van, over dit product, dat het even goed zou werken als Temesta. Ken je Temesta? Ja. Een benzodiazepine. Dat is heel, echt een kalmeermiddel. Maar als je dan naar die studie gaat kijken, dat is dan ten eerste een kleinschalige studie, maar niet alleen dat. Die proefpersonen die kregen dus een extreem lage dosis Temesta. Dus ja, de vergelijking is niet zozeer met de dosis die normaal wordt voorgeschreven, maar wel met een mini-dosis eigenlijk. Hè. Dus help het? Ja, we weten het niet. Er is niet genoeg bewijs voor. Heel misschien. Maar is er uitgerekend bij faalangst niet een beetje dat placebo-effect dat toch gunstig kan zijn? Dat de studenten of mensen het idee hebben, ja, ik heb mijn pilletje gepakt. Ja, dat is inderdaad placebo-effect. Zeker bij angst en stress speelt dat wel een grote rol. Maar natuurlijk moet u altijd de vraag stellen, is het dat waard? Want dit is ook geen goedkoop product. Hè. Ik heb het hier genoteerd. Ja. Eén capsule is 70 cent. Hè, dus je moet er eentje per dag nemen. Dus als je dat doet en zit op een maand, €20. Hè. Nu, over de risico's wou ik het er straks hebben. Het is wel zo dat je kunt er oprispingen van krijgen. Niet iedereen verdraagt het even goed. Hè. De veiligheid bij lange termijn gebruik is ook niet altijd even goed bestudeerd. Dus het is altijd wel de vraag voor een onzeker effect. Is het geld waard en ook eigenlijk en het risico bijwerkingen? En we hebben het al vaak over gehad, maar interactie met andere eventuele medicijnen die je neemt, toch ook altijd even bekijken. Hè? Ja, altijd even bekijken, inderdaad. Ja. Hè. Dus hier zit lavendelolie in. Ik heb nog een ander product met lavendelolie. En dat is dus Librestil. Mm-hmm. Dat is die ook redelijk populair. Hè? Ja, die zie je heel vaak. Hè? Dus er zit ook 80 milligram lavendelolie in. Maar niet alleen dat, er zit ook ashwagandha in. Mm. En ken je dat, ashwagandha? Dat had je ook al vorige keer bij met voor afvallen, zo gezegd. Nee. Het is eigenlijk een kruid. Dat is nu momenteel een hype onder de natuurproducten. Voor van alles en nog wat. Hè. Dus eigenlijk spiergroei, geheugen, beter seksleven. Oh. En het zou dus ook helpen tegen stress en angst. Hè. We hebben er ook eens de bewijzen van onder de loep genomen. En eigenlijk, die zijn ontzettend mager. Dus die studies waren allemaal van geen al te beste kwaliteit. Kon het placebo-effect niet uitsluiten. En ook de dosis ashwagandha die de proefpersonen krijgen was dubbel zo hoog, minstens, als wat er hier in dit product zit. Hè.
Nu, dat is ook heel typisch voor veel voedingssupplementen. Er wordt van alles gecombineerd. Hè. Dus waarom heeft die firma hier lavendelolie gecombineerd met ashwagandha? Het is niet dat er een studie is die aantoont dat dat een meerwaarde biedt. Nee. Hè. Dus dat is... Men gaat ervan uit, ja, dat vult elkaar aan. Maar het zou even goed kunnen dat die ingrediënten in elkaar tegenwerken. Ja, 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 ja. We weten het eigenlijk niet. Hè. En dat wordt ook onvoldoende gecontroleerd, dus dan weten we het zeker niet. Als je precies lavendelolie wilt nemen, dan zou ik beter eigenlijk gaan voor het kruidengeneesmiddel. Ja. Niet dat je daar wonderen van kunt verwachten, maar als je dan toch een keuze zou willen maken. Librestil, ook niet goedkoop. 80 cent per capsule. Amai. Eentje per dag te nemen. Dus ja, als je dat doet, €24 per maand. Wat hebben we nog? Sedistress. Ja, ook bekend. Ja, dat is ook bekend. Dat is dus eigenlijk, men noemt dat een traditioneel kruidengeneesmiddel. Hè. En dus dat wil eigenlijk zeggen dat het geregistreerd is op basis van traditie en niet op basis van wetenschappelijk onderzoek. Hè. Dus, wat betekent dat dan? Dat wil eigenlijk zeggen dat het al meer dan 30 jaar in gebruik is. Hè. Dus er zit passiebloemextract in. Dus dat is al meer dan 30 jaar... En dan zal het wel goed zijn. Ik weet niet hoe lang. Ja, omdat het zo vaak gebruikt wordt, dat men zegt van oké. En men heeft er geen al te grote veiligheidsrisico's mee vastgesteld. Dus dan heeft men dat als kruidengeneesmiddel kunnen registreren. Nu, ik verschoot er eigenlijk van toen dat ik die studies onder de loep nam, dat er heel weinig studies zijn die eigenlijk zijn nagegaan, waarin dat is nagegaan of dat wel helpt bij angst en stress. Alhoewel dat zo vaak genomen wordt voor die indicatie. Wat ben ik tegengekomen? Een paar studies van hoe doeltreffend is dat als je een operatie ondergaat bijvoorbeeld, of een tand laat trekken. Hè, van helpt dat dan om die angst wat te verlichten? Ja, dat waren ook spectaculaire effecten. En op die studies was ook wel het een en ander aan te merken. Maar dus eigenlijk echt veel bewijs dat dit werkt, is er ook niet. Hè. Het is wel per tablet iets goedkoper dan wat ik er net heb laten zien. Hè. €23 per capsule, maar je moet er wel 2 à 4... Wat blief? €23. Ja, eurocent. Eurocent. Maar je moet er 2 à 4 per dag van innemen. Hè. Dus ja, als je dat doet, als je er 4 tabletten per dag inneemt, zit het toch al wel, want het zijn tabletten, geen capsules, dan zit het dus wel aan €30 per maand. Dus dat kan toch ook al wel tellen. Wat heb ik nog bij? CD plus relax, ook populair. Daar zit ook een beetje passiebloem in, maar echt wel een mini beetje. Hè. Dat is 20 milligram, terwijl het hier 200 milligram in zit. Dat hebben ze er zo, denk ik, bijgestoken voor de show. Ik weet het niet. Maar hierin zit vooral valeriaan. En dus valeriaan is eigenlijk een plant dat bekend staat om beter te slapen, vanwege de ontspannende eigenschappen. En er is wel enige evidentie dat het zou kunnen helpen om beter te slapen, om beter in te slapen. Maar waarschijnlijk niet aan deze dosissen. Dat weet ik eigenlijk niet. Moet je zien hoeveel extract erin zit. Het zou kunnen. Eigenlijk eens moeten bekijken tegen de volgende keer. Maar daar moeten we gewoon op letten. Dat het vaak veel minder is dan wat het bij Cranberry... Klopt. Hebben we dat vastgesteld, om terug te komen op het effect. Hè, dus bij slaap zou het misschien wel kunnen werken, maar voor angst en stress is er heel weinig bewijs. En toch wordt het daarvoor verkocht ook. Dit is ook weer al een voedingssupplement. En we zien weer al dat er van alles wordt gecombineerd. Ja. De combinatie heeft niet per se een meerwaarde. Nee. Dus wij vinden het geen aanrader. Oké. Okay. Het is ook weer al €28 per tablet. He, dus als je 1 tot 4 tabletten per dag, dan zit het toch al tot €33 per maand. Wat hebben we nog bij? Rodizin. Dus dat is eigenlijk ook een kruidengeneesmiddel, traditioneel kruidengeneesmiddel, op basis van rozenwortel. He, dus traditioneel wil weer al zeggen dat het is goedgekeurd op basis van traditie. Het is al meer dan 30 jaar in gebruik. En niet op wetenschappelijk onderzoek, want voor dit... Oh, dat wordt hier verkocht als het helpt hierbij overbelasting, stress dat er hier op de verpakking. Maar eigenlijk is er heel weinig bewijs voor. Bijna niks. En dus het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie, het BCFI, raadt het daarom ook af, omdat niet alleen de doeltreffendheid bijna niet is bestudeerd, maar ook de veiligheid. We weten niet goed wat dat geeft als je dat dag in dag uit op lange termijn neemt. Ja. Dus zeker niet de baat het niet, dan schaadt het niet. We weten het eigenlijk niet. Er zijn geen bijwerkingen van bekend, maar het is ook niet grondig bestudeerd. Ja.
Ja, natuurlijk, het is een geneesmiddel, dus je kunt er wel van uitgaan dat de samenstelling wel overeenkomt met wat op het etiket staat. Maar het is dus niet zo dat iets, omdat het een geneesmiddel is, dat het ook per se werkt. Dat is eigenlijk, dit is geen voedingssupplement. Nee, dit is dus geen voedingssupplement, okay. Dat is dus een kruidengeneesmiddel. Maar het zou dus wel helpen bij faalangst, bij stress? Het zou helpen, maar er is dus ook geen evidentie voor. Ja. Mensen denken soms, oh, het is een geneesmiddel, dus het zal wel bewezen zijn dat het werkt. Voor klassieke geneesmiddelen, ja. Maar voor kruidengeneesmiddelen is dat zo niet. En zeker niet die traditionele kruidengeneesmiddelen. Dat is dus goedgekeurd, omdat het traditie is. Hè? En dan hebben we ook nog dit. Dat is tegenwoordig ook populair. Zenpil, wat een naam. Hè? We worden helemaal zen van. Zen. Ja, en daar zit dus ook die rozenwortel, rhodiola in. Dus die rozenwortel. En ook een beetje, toch een flinke portie passiebloem. Dus 2-in-1 staat er. He, dus alsof dat het aangetoond is dat dat een meerwaarde is, maar dat is niet per se zo. He. Dus ja, dat is dan een voedingssupplement, veel minder goed gecontroleerd. Hier zitten we toch ook al aan de prijs van €0,5 per capsule. Dus ja, tot 4 per dag. Als je er 4 per dag van neemt, dan zit dat al aan €60 per maand. Voor een zeneffect dat misschien nog ineens niet echt is. He. Dus ja, het is altijd een beetje de vraag van, is het dat u waard? He? Betaalde voor een placebo-effect of niet? Ja, inderdaad. Zeker bij angst en stress. Nu, stel, we willen toch nog wegblijven van pilletjes. Wat kunnen we dan nog doen bij faalangst? Ja, ik zou eigenlijk... dat is allemaal niet bewezen. Wat je dan eigenlijk beter doet, is als je echt kampt met stress en angst... Ja, ten eerste de basics. Hè? Genoeg lichaamsbeweging. Hè? Mensen beseffen niet altijd, lichaamsbeweging is echt wel iets heel belangrijk. Ook als je bepaalde psychische zaken... wilt aanpakken, is lichaamsbeweging toch echt wel belangrijk. Genoeg proberen te slapen, dat zijn de basics. Maar als je echt kampt met faalangst, aarzel niet om er een psycholoog over aan te spreken. Hè. Dat is soms nog altijd wel een taboe van, het is niet ernstig genoeg. Hè, maar preventie... Je kan echt wel technieken aanleren om daarmee om te gaan. En je hebt natuurlijk de klassieke ontspanningsoefeningen, maar dikwijls gaat het ook om... anders leren denken over bepaalde situaties. Ja, de impact van je denken op hoe je je voelt. Natuurlijk, een bepaalde hoeveelheid stress en angst is ook normaal. Hè. Het is niet altijd een probleem. Ja, bij prestatie komt dat er altijd komt wel. Dat er altijd zoals wel. Bij een examen zelf. Ja, ja. Ja, absoluut. Maar als het echt de spuigaten uitloopt en je wilt er toch iets aan doen, als al niet om naar een psycholoog te gaan. Je hebt tegenwoordig geconventioneerde psychologen, hè, wat terugbetaald wordt door de ziekteverzekering. En je hebt toch niet zomaar zelf naar al die middeltjes. Nee. Laat je adviseren door de apotheker. Laat je adviseren, je huisarts. Ja, want inderdaad, wat je er net zei, het kan bepaalde risico's. Hè. Dus we hebben bijwerkingen, interacties dan. Hè, en die ashwagandha. Als er één van deze is dat ik zeker niet zou nemen, dan zou het wel dat met ashwagandha zijn, die Librestilia. En waarom zeg je dat? Omdat dus eigenlijk daar meer en meer aanwijzingen zijn dat dat voor leverschade kan zorgen. Ah. Dus dat is weer zo'n kruid dat een hype is. Maar ik zou het niet nemen. Ik vind het risico te groot. Oké. Okay. Wel, ik vind het fantastisch dat we dat allemaal van u hebben mogen leren, Gitte. Merci. Graag gedaan. En ik zie u ongetwijfeld snel terug. Ja, goed. Dank je wel. Merci. Hè. Dag, hè.